Deze aflevering van Praten met Dellefsen is mede mogelijk gemaakt door Quavita Watervitalisering. Gegarandeerd tevreden klanten, mensen, dieren en planten. Nou Ricky, goedemorgen. Hartstikke mooi dat je hier bij u aan de keukentafel mag zitten in Leeuwenveld. Ik ben nog maar net bezig met deze serie interviews en als ik aan Leeuwenveld denk ik dan. Want je bent zo actief in zoveel verenigingen en kerk. Maar ook in Dellefsen zelf ben ik wel op allerlei plekken tegengekomen. Dus ik wil in eerste instantie eens binnen Leeuwenveld met u een gesprek voeren over hoe je zo verzeild geraakt bent en hoe het hier ook reilt en zeilt. En nogmaals bedankt. De eerste vraag die ik altijd stel is, waar ben jij eigenlijk geboren? Ik ben geboren in Liederottus, klein dorpje onder de rook van Hedel. Ja. En in 1940. 1940, ja. Samen met mijn tweelingzusje. Okay. Ik was niet alleen. Nee. Zij kwam direct achter mij aan. Ach. Dus pa en moe werden direct opgezadeld met een tweeling. Tweeling? Ja. Een tweeling in de oorlog. Ik weet van de laatste oorlog, want weet ik nog wel, dat we in de kelder woonden. En, ja. En dat huis bezet was door de Duitsers. En de moeder moest avonds moest komen, voor, ook voor de Duitsers. Die waren ingekwartierd in onze boerderij. Oh? Ja. Dat betekende dat jullie naar de kelder moesten? Ja. Ja. En die mochten er wel een keer uit, maar als de Duitsers vergadering hadden of ze waren door, nou ja, dan moesten ze niet in de kelder. Ja. Oh. En de boerderij konden ze wel gewoon voortzetten? Die konden ze wel gewoon voortzetten. Het was meer het wonen wat ondergronds ging? Ja. En in de keuken en de kamer, daar zaten de Duitsers? Ja. De streek in de gaten houden. Ja, vergaderen denk ik. Er stond ook nog een andere Duitser, ik kan me dat nog zo voorstellen, met, die waren heel klein, maar met een geweer stond aan de deuren. Want die moest oppassen. Maar die wilde heel graag dat de oorlog afgelopen was, maar die wilde heel graag ook in de huis. Ja, ja, logisch. Dus er waren ook hele goede Duitsers onder de buitens. Mensen. Ja, maar ook maar gewone mensen. Dat was het erbij. Angstig? Kun je ook angst herinneren? Ja, een paar moe ook wel, dat er granaten intussen gingen en de V1 en de V2 en de V1 waren ze ook zo bang voor, dat was ook... Maar ik vind dat ook nog wel leuk en dat kan je ook niet lang voor. En dan, ze heeft ooit een keer een, dat was toen ook in die tijd, een parachute van een V1 denk ik, maar kwam niet anders vanaf. En dan kregen we strikken van die toer, moeder maakte nog strikken van. Dus dat waren, dat vond ze hartstikke mooi. Dat is heel lang bewaard gebleven. Ja, ja, dat waren de voordeel. Ja, nou ja, ja. Hoe bescheiden ook. Ja, ja. Dus, maar je had ook een tweelingzus. Ja. En nog meer broers en zussen? Ik, we waren met ons acht. En het tweede stelletje wat kwam, anderhalf jaar na ons, was ook met tweeling jongens. Twee broers. Meer een tweeling. Meer een tweeling. Ja, dat zit in de familie. Ja, dat zit in de familie. Je hebt... een paar zussen die een tweeling hebben gekregen, nichtjes ook waar weer die een tweeling hebben. Dus we zitten met 7 tweelingen in onze familie. Ja, leuk. Ja. Maar echt, ja, we liepen door school en nou ja, gingen buren, gingen met de fiets. En als het dan een keer zo was dat we samen gingen, dan mochten we ook als tweeling zusjes, mochten we om de beurt weer verder op de stad zitten. Daar kan ik nu tegenkomen, dan moet ik er nog wel eens aan denken. Leuk herinnering. Ja, dat bent, ach ja, dat is jeugd. Je bent, toen we 13 jaar waren, is een paar vrouwen naar Sekdoorn. Tussen naar Zutem en Zwolle. En dat is, of tussen naar Zutem en Winnen zijn. En toen heeft het toen grond gekocht en heeft de boerderij door van Twiegelien grasland gemaakt. Nieuwe boerderij begon, ja. Okay. Maar we hadden in de Meijwaardiek altijd petroleum gehad, petrolielampen en er was geen elektrisch. Hmm. En toen fietsten we soms, dat in 1953, op een vlak voor november, fietsten we naar het nieuwe huis toe met elkaar. En dat huis daar stond helemaal in het licht. En was, nou, dat is dan heel bijzonder. Ongekend. Dat zo'n heel huis in het licht ziet, boerderij. Terwijl we dat, die kwam van de lantaartjes en van de petrolielampen. Moest je ook als kind meewerken op de boerderij? Ja, nou, we hebben niet een sport. Nee. Op geen enkele manier. Nee. Wat moest je doen dan? Ach, wat zit maar verder? Van alles. Melk en al met toen we in de derde klas zaten, moesten we melk niet in.
Pa had het ook wel eens met Isias zat, had het bijna alle winters. Ja, dan moesten afgemest werden, dan moesten mensen stoort werden, de plant en ja, nu maar op. Dat was van alles. En die waren de oudste met ons zus dus? Nee, wij waren de oudsten, ja. Voorop in de strijd? Voorop in de strijd, ja. Ja. Ja, en die mochten we met 14 jaar van school afgaan. Mm-hmm. Dat was ook af en toe 14, ja, 14 jaar hadden we 18 jaar en toen mochten we van school af. Boer ook tussen kwam, want we hadden een dienstmeisje en de knecht en dan kwam die weg en dan moesten we niet meer. Dus dat was ook de reden dat we, nou ja, ook van alles tussen moesten doen. Voor, maakt niet uit. Vanaf 14 waren je eigenlijk gewoon ja. In dienst. Ja, ja. En, veel vast werk, thuis. Ja, thuis, maar ook bij de buren. Want wie, nou ja, Jan, we waren er twee, kwam we van school af. En, ja, dat kon er ook nog wel, wie kon ook nog wel buiten zus wat doen. Doen. Ja, dat was gewoon zo. Dus, ja, en mijn tweelingzus die wil graag in de stad werken. Maar, zegt pa, ach. En die wil eerst al onderwijzeres, die wil graag onderwijzeres worden, dat wil ze wel leren. Maar ach, ja, wie werd, hij een paar jaar leert, hij staat een paar jaar voor de klas, privekering, en dan trouw je. Nou, dan is, en dan werk je toch niet meer, dan komt de kinderen en dan blijft dus. Dus, je kunt veel beter ander werk zoeken, dat wil niet leren. Nou ja, dat is ook toen in de hallen, ook in de buurt, en als mensen verlegen zaten en iemand ziek was op de rond is, dan met Blankvoort hebben ze wel een paar dochters en dan kan er wel in dan gewoon wel, dan is het misschien wel één die ook meer. Blankvoort, dat is je meisjesnaam? Dat is mijn meisje, ja. Ja. Blankvoort is, van vroeger een oude havenzaten door in de buurt West. Dus die binnen eigenlijk van adellijke afkomst. Nou, laat dat net maar gewoon af. Nee, heel nooit. Ik had een tante en die heeft er heel erg naar op zuur geweest, voor de wortels van de Blankvoorts waren. Nou. En die kwam bij Heino uit en die kwam bij Duitsland uit. En die kwam onder meer uit bij het gegeven dat er een havenzaad in de Blankvoort was, dus in bij Heino. Ja. Maar of dat familieconnecties zijn of niet, dat is eigenlijk nooit bevestigd. Of, nee. Dus geen adelbloed. Geen idee, ga er maar vanuit van iets. En dan bij 14, dan kom je thuis te werken en ook bij andere mensen. En op een gegeven moment dan ontmoet je Anton. Ja. Was dat in die tijd? Hoe lang was dat? In die tijd, dat was in die tijd. Zo die 18 jaar geleden. Toen ben ik 22 jaar getrouwd en toen hadden we 5 jaar verkeerd. Kijk. Ja. Was Anton ook eerste vriendje? Blijvende vriendje. Echte vriend. Met echte vriend. Ja. En Anton Schreven, die kwam ook van Liederholthuis? Die kwam van Liederholthuis. Ik woonde aan de Zwolse kant van Liederholthuis, van de parochie Liederholthuis. En Anton woonde weg te Rolfweijen, aan de meeste kant van Liederholthuis. Toen woonden we graag samen verder. Ja. Maar Anton thuis had wel een boerderij. Maar daar speelde zijn broer ook een rol in. Dus we moesten eigenlijk wel wegwezen. En toen waren we op zoek gewoon naar iets van huur kon, want dan ben je rekening wel met het kapitaal dat je hebt of niet hebt. En dan ook toen in Nederland wie Neppelbroek die wilde verkasten, die wilde weg en die had zijn boerderij te huur. En dan ook aangepakt met koeien. Zodoende ben je in Nederland begonnen. We hadden ooit in Dans in Nederland in het parochiecentrum. Oh, ja. Weet ik nog, we hebben met een grote kachel in de midden en er was dan ook een ontmoetingsbijeenkomst van Marin Jurman en de jongen, JPTB was dat een jongen. Hm. En daar was ik één keer in Nederland geweest en daar had ik verder tijd eigenlijk niet. Ik ken Nederland ook verder helemaal niet. Het was Pietfort in die tijd. Was Pietfort. En vooral in die tijd. Dat ons trouwjaar was, want toen ging je nog, toen trouwden ze nog verder vasten en niet in de vasten, anders moest Anton de hele vasten nog alleen wien. Dus hij kon nog net verder vasten. Yeah. En dat was winterdag en streng winter. Welk jaar het al? 63, 1963. Ja. Ontzettend streng winter. De bekende winter. De wegen, vol ijs en sneeuw. Nou, dan ging ik op de fiets naar Lindenveld en mocht ik weer redelijk contact diep slapen. Daar kon dan. Op onze boerderij nog niet, maar dan kocht hij s'nachts af en dan... Maar was het nog geen boerderij dan? Ja, het was wel een boerderij, jawel. Maar ja, nu is dat geen punt. En nu zegt van ik blijf af en dan gaat ze lekker samen staan. Maar dat was toen nog niet.
Nee, oh, je waren niet getrouwd. We waren niet getrouwd, dus dat moest hij, ja, dat was dan al dus Anton die mocht in de boerderij blijven. Ja, het was in bed. En ik ging naar de buren. Naar de buren. Ja. Want waar stond die boerderij? Aan de Kerkstraat. Was, nou ja, net voor de kerkbaan van Rebik toen de tijd. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. En door hij, toen ben je dan toch maar gauw getrouwd? Ja, dat komt toen nog net verder vast. Dat is moest hij nog, nog een aantal, nou ja, 6 weken, 7 weken, moest hij dan nog alleen zijn. En zodoende werd dat toen geregeld. Mooi. Dus 22, 23 bijna. En dan kom je in Lemelenveld. Voor jullie alle twee een heel nieuwe omgeving. Ja. Kent er eigenlijk niemand. Nee. Hoe was dat in die tijd om hier zo te beginnen? Nou, ja, je had een boerderij, dus je had een werk. En ik weet nog, Dick Schorten was zaakvoerder van de CAVV toen. En die kwam ons welkom heten. Op de eerste man of de tweede man dat we trouwd waren. Die kwam en welkom bij Lemelen. Dat ben ik ook nooit vergeten. Dat vond ik zo'n warm en hartelijk gebaar. Hmm. En het was ook onze voorleven, dat zie je dus je derde later wel meer te kennen. Maar op dat moment was dat gewoon het begin van het welkom in Lemelenveld. Ja. Nou ja, en de loonwerker zat ook kort bij ons, Jan Roemers. En die zat ook nog wel eens verlegen. Als er een tijd over was op de boerderij, dan, nou ja, Jan bij kippen en Jan bij koeien, maar toen nog niet zo heel veel. Dus altijd was wat tijd over, dacht me. En dan was de loonwerker nog wel eens van, joh, heb je nog tijd over, kom hier dan. Want ik zit zo verlegen. Nou ja, dat was dan. Ja. Maar, hij en zo waren heel veel mensen in de omgeving van Lemelenveld kennen. Deur en loonwerken. Deur en loonwerken, deur dat de overal kwam. Ja. En ik was bij huis en God, dan had het overal wel eens over. Maar dan, ja, ik ken dan de. Ik heb Lemelenveld leren kennen toen de kinderen nog school gingen. Ja, kinderen brengt en haalt en mensen ontmoet en ouders ontmoet. Dat was op een gegeven moment meer van Lemelenveld leren kennen. Ja. Ja. En wat was er voor boerderij die jullie toen doorgaan? Dat was kippen en koeien. Nou, de koeien hadden altijd wel meer deuren dan, maar als hier en dan weer grond hadden gekocht en uitgebreid. En de kippen hadden we in 1969 aan het pakken, batterijhok van de markt. Want dat was grondhok en dan hadden we batterijhok van de markt en toen kwam er 4.500 kippen in. Dat was toen in die tijd was er al heel wat. Ja. Dat was Holterman had kippen en Iselik had kippen. Ja, wij hadden toen ook flinke uitbreiding in meer dan dubbele wij toen hadden. Ja. Ja. Niet een grote kippenboer. Ja, nou ja, dat was toen in die tijd was dat een grote kippenboer, maar goed, het was dat wel een aantal mooie, mooie mee verder kon. Ja. En kinderen hoor ik net al even nu, dus jullie hebben ook kinderen gekregen? Ja, 3 kinderen gekregen. Oudste dochter en een zoon en de jongste dochter. Ik was 6, Mariet, Hans en Helma. Mariet en Tom met kinderen woonden in Vroomshoek. Hans en Wilma met kinderen woonden in, met 2 jongens woonden in Hellendoorn. En Helma en Betty woonden met 2 kinderen in Lemelen. Dus lekker dicht in Moezij. Allemaal redelijk dicht in de buurt. Redelijk dicht in de buurt, ja. Beschrijven ze hem, hoe zag Lemelenveld er in uw herinnering uit in 1963? Even vergelijk met Noo bijvoorbeeld. Het kanaal lag er al. Kanaal achteraan, dan ging de boot nog weer. Maar dan ging de boot nog weer. Dan ging de boot nog weer, er waren nog ophaalbruggen. Ik vind dat wij die trekken voor jullie eens langs. Ja, ja, ja. Dat met onze Marita aan het kanaal stonden, als er weer een boot weer ging, dat was prachtig. En dan stond altijd 10 weken, die stond iets verderop, stond aan de, met klompje aan de kade dan, om centjes te beuren van wanneer. Dat was schietbaar toegel en wat het dan was. Ja, dan moest hij door een brug er langs rekenen? Ja. Ja, dan moest een brug op aan de ophaalbrug in de Lemelenveld. Ja. Ja. Ja, dat was prachtig. Maar dat was, ja, nou ja, het is ik geloof dat de Blikman Kikkerberg was ook een zandweg. Deze weg, waar we nu wonen, Bergweg, was ook zandweg. Het zwarte, hoe noemen ze dat vroeger, was misschien maar een zwart zit of wat. Hoe noemen ze dat? Het zwarte. Het zwarte, ja. 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 En toen je de kinderen naar de school aan zeg je, toen ben ik eigenlijk meer wat Lemelenveld leren gaan kennen. Ja, He? Ja, ja. En dan kom je aan het hek met de ouders. Ja, en ik was lid van de vrouwenorganisatie, ook bijna aan het rek, maar daar heb ik ook de eerste zomer door. Toen was ik wel lid, maar
dat was toen nog, ja, wat was het, Isidorusfeest. Dat die voorzitter, vrouw Simons, zei van, oh, je bent een boerin, een jonge boerin, kom bij onze club. Hmm. Ja, ik was daar van thuis ook wel gewend, mijn moeder was dat. En ja. Ik had thuis ook wel verenigingswerken wel dan. Dus ik dacht, ach ja, nou, ik word lid. Maar geen zeur meer naar de vergadering, mis, want ja, de kinderen bedrijf en ik was gewoon op die manier van te druk. Te druk. Ja. En toen ben ik er wel in gehouden, toen zeun bij zeun, joh. En toen weet ik nog wel dat ik, dat er moest een nieuw bestuurslid komen. En ik was, ja, toen werd er nog keuze, moest je, ja, toen ben ik in het bestuur gekomen. Hm. Maar dat was later. Stond je op tweetal? Ja. Ja, dat deden ze toen, hè? Ja, deden ze toen. En toen moest er later een voorzitter komen. En dat was in de bestuursvergadering. En toen had ik die bestuursvergadering gegeven. En toen later kwam er iemand bij mij naar de bestuursvergadering. Winnie Zwijg, stem toe, je bent voorzitter gewoon. Zo ging dat toen nog. Nou ja, dat heb ik ook aangepakt en gedaan. En toen kwam het ja, vandoor uit, of van die vrouw nog. En die zei, bij bestek veroordeeld tot voorzitter? Ja. En wat deed je dan toen in die tijd als KPO, als je er nog aan terugdenkt? Toen in die tijd was, toen mijn moeder was, de huishoudelijke dingen en slagen en de tuin onder bloemschikken, ja, dat was toen ook nog wel, dat heb ik ook wel gedaan. Het was meer de praktische dingen van dagelijks leven, denk ik, terwijl dat ik toen begon, was meer de, ja, ook meer maatschappelijke activiteiten die dan toen al wel meer spelden, meer ging leven en mensen dat ook. Nee, ook belangrijk vind dat mensen ervan wisten. Ook, het was ook het tijd van de emancipatie, ja, van de vrouwenemancipatie. Ja, ja. Dat hier ook een beetje deur te druppelen. Nou, dat merk ik nog niet zo. Nee. Maar ik had gewoon wel. Nou ja, ik spreek ook van het een op het ander, maar ik ben in, toen ik in Leeuwenveld van de 24 jaar stond, toen ben ik door meer vrouwen ook als nou ja, ook in het bestuur en ook in de activiteiten organiseren. En daar zaten Gerard van Zijl en Wim Rijwijk. En dan keek je echt wel zien op. Gerard van Zijl, bankdirecteur. En nou ja, dat was echt de heer van. Voor mijn gevoel, toen nog. Ja, dan kom je echt wel op platteland. En dan. KPO, dat is een vrouwenclub hier. Dan voel je je heel veilig in. Dat is heel vertrouwd. Ja. Maar als je dan meer in die mannenwereld komt. Ja, dan kijk je eerst in op toen hij zo goed leert kennen en zo ook dat heel, valt wel mee. Dat valt het heel erg mee. Dat is toch wel heel mooi, want er was ook nog in die tijd van dat de sporthal gebouwd moest worden. Er was wel een sporthal, maar ze wilden een nieuwe sporthal hebben in Leeuwenveld. Nou, en dat die mannen het ook in die vergadering ook hadden van hoe ze met de gemeente omgingen en hoe ze probeerden om hun standpunten door ook ingang te doen vinden, want het was veel goedkoper. Als wat de gemeentes wonen en wat de ambtenaren wonen. Dus je hebt maar de vergen in Leeuwenveld om hun ideeën door te realiseren in het gebeuren van het sportpark. Ja. Dat heb ik ook in die gesprekken, en dat ben ik eigenlijk ook nooit vergeten, dat ben ik prachtig gevonden altijd. Dat ze zoveel Leeuwenveld opwaren en dit is voor ons haalbaar en als het heel duur wordt, dan kan ik niet aan en dan kan ik niet behapen. En wie moet er heel vanzelf werkzaamheden in steken? Ook twee derde bijvoorbeeld. Maar ook zeker een derde zelfwerkzaamheid. En ja, dat je dan door alles in mee wat mogelijk was. En daar kon ze ook van die gewoon, want Leeuwenveld was een dorp. Als je één keer ergens A10 zegt, dan zeg je ook B en dan gebeurt het ook zo. En dat is nog zo. Ja, ja. Dat is de historie van Leeuwenveld. Geeft dat niet maar aan. Mensen van elders met hierin komen een werk te vinden. Want dat was een superfabriek. En dat moest groot uit de riem en dat was werkzaamheid, want dat moest wel het land uit de riem met kruiwerks toen in die tijd, denk ik, wat ook gezegd. Ja, en die mensen die aan het werken, die wilden hier vooruit en die wilden zich ontwikkelen en hier naar de toekomst. Hm. Maar dan moest je er wel wat voor doen, dus ik denk dat het altijd nog mis van doen. In het bloed van de Leeuwenvelders. Ja, ja. Een stuk zelfwerkzaamheid, ja, en de verval. En de verval, en kijk nog hoe ik het verleden de wijze heb en dat toch vast te houden en er nog van gaan. In die tijd van die sporthal waar je het over hebt, toen was ook een extra opgave, want toen was Leeuwenveld onderdeel van vier gemeentes. Yes, ja, ja. Dus het trucje waar je bij je dalsen moest doen, dat moest je net iets anders doen. Ja, ja.
Maar wij in Dalfsen, die gingen wel niet altijd eerst naar Dalfsen. Maar wat in Dalfsen kon, dan probeerde hij dan ook in om van elkaar te krijgen. Dalfsen was wat er iets soepeler als om. Als om. Ja, die hadden we hier, die was er ook. Ja. Dat was een vaste volgorde. Eerst naar Dalfsen. Eerst naar Dalfsen. Dan naar om. Ja. En dan zei je van, Dalfsen heeft ja zeg. Ja, ja zo. Ja, nou, ja. En dan rolde hij nog aan het einde dan. Ja, nou, die kon er niet meer leiden. Nee. Maar ik wil met de meeste beslissingen hoeven ze dan, denk ik ook niet, dat rolt hem heen doen, maar dat was dan weer een subsidie. Of een subsidie werd wel altijd opgedeeld, ook bij die vrouwenvereniging, mij dat toen nog kreeg. Of de leden die hadden, dus ik moest nog leden talen, moest hij mij onderom, maar moest hij op een gegeven moment ja, zo in vier gemeenten. Ja. Ja, dat was soms wel lastig. En ondertussen waren jullie hier aan het boeren en op een gegeven moment ben je toch vertrokken, want we zitten nu niet meer, ik zit nog steeds op de boerderij. Maar aan de bergen, niet meer aan de Gerritstraat. Nee, dat was gehuurd en we wilden ook voor onszelf gehad. Ja. Dus, nou ja, ook daar wikken en wegen en herhaald hier en door rondneuzen. Kwam Gerard van Zijl op een gegeven moment en die zegt van, is dit niet wat voor jullie? Dit Gerard van Zijl is diezelfde... bankdirecteur van toen. Juist. Ja. En die hielp ook, dat was ook iemand die met mensen meedacht. Die wist ook van iedereen eigenlijk van, en ook bankdirecteur was natuurlijk. Maar die dacht ook met mensen weer van, hij dit moet zo doen, of hij dat moet zo doen. En zo was, ja, hij had het, daar lijntje zit link. Hij is op een heel vervelende manier in Leeuwenveld weggegaan, maar hij had wel, dat Leeuwenveld zo groter is, was het eigenlijk toen in die tijd dat groeide en dat het verrust ging en dat mensen op de plek waren waarvan hij dacht. Ja, ook niet altijd, hij dacht, maar best wel zelf natuurlijk ook initiatieven, maar hij dacht er wel in mee. Hmm. Nou ja, en dan ben ik, toen hij kwam van, is dit niet wat voor jullie? Toen ben ik door in meegaan en ook naar wikken en wegen en kippen, maar dat was. Want wij hadden kippen met koeien en dit was varkens. En anders was van thuis wel varkens gewend ook, dus die kende ze. En die heeft er beide jaar tegen zeggen, die heeft er tot op de dag van vandaag nog geen spiet van. Nee. Nee. Ja. Dat is toch een hele ommezwaai. Hele ommezwaai, ja. En koeien. Ja. Ja. Naar varkens. Ja. Maar goed, het was een andere tijd dan ook. Ja, het was een andere tijd. Dan je bent nu land eind jaren 70. Ja. Wanneer ben je hier naartoe gegaan? 63, 68, 78, 79. Je keek op het kanaal, dat is mooi, maar je keek hier ook geweldig zo richting de bergen. Ja, vroeger liep nou allemaal koeien naar, maar dat was allemaal, nou is het allemaal natuurland en die slopen groeien vol met struikgewas. En hier en daar werd zo heel af en toe met hem aan de kapt, maar ja. Is het nou zo van ieder bosje wat groeit of ieder struikje wat groeit, dat moet je laten staan. Maar het is hier wel zo, het belemmert hier wel het zicht op een mooi, ja, een mooi gebied. Nee, ik vind het geen mooi gebied, maar het is natuur, het wild, het hoek het allemaal, dat is niet mooi. Dat is niet mooi van het natuurgebied. Met niks aan de dag, we hebben ook als plaats belang toe, dat willen ze zeggen, en anderen ook, van maak er een pad langs en gooi een pad hier over de koel, heet dat dan. Dat is een gebiedje zoals we nu zien. De koel? De koelen. Gooi je pad over de koelen en laat mensen ervan genieten dat je in de natuur ook weer loopt. Ja. Maar ja, dat gebeurt niet, dat kost geld. En, van wie is het? Het is van de landschap Overijssel. Okay. En een boer die maakt het gruis zo af en toe hier ver aan. Ja. Achteraan met één keer in de 2 jaar meet. Maar het is ook allemaal russen en pollen en troep. Ja, want ze laat het waterpeil op de boom komen. Dus dan wilde ook geen je ziet er geen vroeger liep door de fazanten en de reen. De reen loopt nog tegen de bos aan, maar hier loopt niks meer. Helemaal niks meer. Je ziet niks meer. Ja, was toen een heel andere tijd. Zo, ja. Ja, zullen we niks hebben. Ja, ja. Ja, ja. Ja, want toen ben jullie hier begonnen met varkens, fokvarkens. En... Toch heeft Anton dat niet zo heel erg genomen, want die is op een gegeven moment komen te overlijden. Ja. In juli 88 is hij overleden. Ja. Hij had al last van hernia, dat ging al niet zo gemakkelijk. Hij had ook al veel in ziekenhuis geleden, was al geopereerd. Maar dan heeft hij geen baan meer uit, wist niet zoveel.
Ja, en zijn hobby was werken, dat was de boerderij, dus hij ging er ook voor. Maar dat belemmerde hem, die hernia belemmerde hem eigenlijk steeds meer om zijn werk goed te kunnen doen. Ja. En wat er iedere dag soms te vallen deed, dat moest een andere dag weer bezuren. Dus met gevolg dat ik steeds meer van hem overnam. Ja, en daar had ik best wel heel veel moeite mee. En dat ging al een jaar of zo. Nou ja, tot juli 88, dat ik een smoltje hier vond in de keuken. En was overleden aan een hartstilstand. Ja, dat was... Was hij hartpatiënt of bekend? Niet bekend, wel een moeilijk patiënt. Want hij is de hele familie schrijven, bijna. Maar niet, geen hartpatiënt. Nee. Dus dat was gigantisch schrik. En je weet niet in wat voor wereld hij dan terechtkomt. Met narigheid en verdriet. En ook omdat je boerderij hebt. En daar ook ze overbouwd en uderbouwd. Ja. En dan moest ik helemaal missen. Dus dan probeer je dat vast te houden. Want daar was ik ook helemaal mee vertrouwd. Dus ja, heel veel samen die. Ja. Papierwerk had hij samen door. Dus dat was, ja. En dan heb ik ook met advies van een familielid. Die zei van, als je ergens meer zit, kom er met broer van Anton. En daar heb ik heel veel aan gehad. Dat is, ja. Maar ook andere, maar ook wel tegenwerking van, dat kun je als vrouw toch niet. En, wat verbeer je me niet? Mijn haren we zeg. Was er 2 weken daarna kwam er iemand van de bouwgroep, van de borgstellingsfonds was er toen ook nog. Ik moest hier weg. En dan, dan ga je er eerst in huurwoningen, dan kun je wel uitkijken naar een woning waar je dan wel wonen wilt. En dan ben ik wel gegaan dat de liefhebbers die hier wel naartoe wilt, dus je kunt het goed verkopen. Ja, dan hadden ze de stekels er echt op staan, dan denk ik van, dat was aan mij niet besteed. Ik wil hier gewoon blijven. En ik zag daar maar zitten. Ik denk, ik moet een keer even gewoon, maar dan ga ik voor hem. Je dit samen doen, dus ik was altijd kwiet. En dan bedrijf ook al kwiet. Nee. Toen heb ik te veel keuze om een deur te halen. Ja. In je eentje of met hulp? Nou, eerst in mijn eentje, dacht ik. Ik kan maar komen. Had je ook nog kinderen die konden meehelpen? Nou ja, dat is ook wel mee, maar die werken ook, dus Helma die werkte op de Latme toe in die tijd. Of in zo'n ezelbanden kan ik niet. Maar goed, die werken ook, dus daar kon je niet zoveel. Maar wel zaterdags en zo, dan had je wel de man voor de een of het ander, natuurlijk wel. Maar ja, toen. Ben ik s'nachts wakker van als er een varken tekeer ging, dat ik dacht, oh, er is weer meer een varken, dan zal er weer. Maar ja, toen ik bedrijfsverzorging in de schakel ook een paar uur per dag. En dat ging toen goed. Toen had ik die zorg kwijt. En werk ik ook wel, daar kwam ik eerst tussen mijn vroeger. We moesten alles doen, en ik heb later ons paar, dus bedankt voor dat we dat tussen zo hebben kunnen leren, en dat we zo ook door hebben. En wanneer je dan alleen komt te staan, ben je ook niet helemaal verkeerd op staan, maar nee, ook van aanpakken weer. Ja. En dat moet dan. Ja. Ja. Ja, want dat was natuurlijk een enorme overgang. Ja. Ervaar, ja, ja. Zowel emotioneel als praktisch. Ja, oh ja, ja. 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 Ach, en hier kwam een buurvrouw, die man, wou heel erg mee. En die kwam alle mannen, toen dat overleden was, alle mannen neem koffie drinken. Maar die was ook heel emotioneel, dus dan zat ze hier aan tafel te huilen en ik had mijn trouw al, die waren al op. Die had ik al op in de schuur, dus dat ik begonnen. En dan zei ik op een gegeven moment ook tegen haar, ik zei, ja, ik zei, wat denk ik, maar ben je harder? Maar goed, ja, ik had vreselijk veel verdriet, maar als zij hier zat te huilen, ja, dan kon ik niet goed houden, ja, dat ben je gewoon, ja. Maar je hebt dus Joren in je eentje eigenlijk met hulp wel gedaan van de bedrijfsverzorging, die varkenshouderij gedraaid, plus nog een stukje gezin. Ja, verenigingswerk heb ik toen alles al achterwege gelaten eerst. En met vrouw ging ik, toen was er geen tik meer voor vrouw zijn. Nee, en dan verloop van joh, toen ik alles een beetje goed op rij had, toen begon dat ook weer te kriebelen. En
toen ben ik van lieverlede ben ik toen weer hier door zo begonnen. Hmm. Ja. Ook eerst in het vrouwenwerk weer. Alice Makeda was er toen nog. Die belde ik op van, Alice, het kriebelt me aan alle kanten, maar ik wil jullie weer een keer aanschuiven. Nou, ja, dat mocht toen. En, ja, dat was vanzelf. Alice was van het ACIC. Dat was het ACIC, ja. Het Christelijk Educatief Centrum. Ja. Ja, dat was ook een fijne club met allemaal vrouwen, ook op provinciaal niveau. Toen zat ik ook in het provinciaal bestuur van de KPO. En allemaal op provinciaal, dus ja, dat is gewoon bijna, je kunt verbeteren. Probeer je te, ja, met elkaar te bewerkstelligen en dat is, dat voelde altijd goed, waar je in die club waren. Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat je dan hier alleen zit de hele dag met je varkens. Ja. Dat het extra fijn is om soms, middags, de deur te gaan. Ja, eens een keer weer wat anders en dat merk je toen ook. Ja. En dan kom je, je hebt gewoon helemaal weer wat anders. Je komt dan ook weer anders op het bedrijf en je pakt dat ook nog weer anders aan. Ja. Dat voelde altijd goed. Ja. Ja. Maar je bent tot de dag van vandaag, zag ik ook bij de kerk in Leeuwenveld nog betrokken bij een lotgenotengroep. Ja. Mensen die een partner verloren hebben. Ja. En dat ging dan over de laatste 5 jaar of zo, maar wat is uw rol in die groep? Nou, dat is ook nog niet zo lang. Dat is ook van meerdere kerken samen. Hmm. Hebben we ook een activiteitenclubje waar die begint in half oktober weer met een nieuwe groep, een jongere groep. Mensen bij elkaar haalt en nou ja, met elkaar in gesprek gehoord. Naar aanleiding van een thema of van een onderwerp wat, of een iets wat ze meebrengt van nu, zoals dan beginnen we noemen mee. Wat hun heel dierbaar is, wat hecht je eraan. Ja, en dan, het is met elkaar in gesprek, gezamenlijke maaltijd, verzinnen het moment en dan naar huis. En dat is, ja, maar rondom het thema verlies van de partner. Ja, verlies van werk. Ja. 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 Maar leid je dit dan een beetje op zo? Met een pastoor doet, twee pastoren bent er, pakt erop en ik zit dan in de werkgroepje van de meerdere zo. Ja. Ja, van de programma. Die bent een ervaren. Vrouw in dit geval, hè? Want ja, is nu inmiddels 27 jaar. Ja. Ja. Ja, iedereen heeft zijn eigen verliesstorie, maar ja. Het is gewoon, ja, je kunt het, je hebt het aan het leven ervaren, dus dat, ik weet hoe dat voelt, ja. Die anderen nog, ja. Ja. En bij de kerk doe ik ook uitgeleide en avondwagens uitgeleide, dus ook afscheid nemen. De laatste gaan naar het crematorium of kerkhof. Ja. Ja, dat is ook heel dankbaar werk. Wat doe je dan? In die fase met mensen op mag trekken in die laatste week. De avondwaken, dus mensen herdenken in een viering. Hm. En dan is door nou is er condoleren en afscheid nemen. En wat is uw rol in dit verhaal? Als voorganger. Afscheid ook in de uitgeleide. Op de dag van de begrafenis ook de kerkdienstlijn en meegaan naar het crematorium, meegaan naar het kerkhof. Ja, dan ben je echt. Je hebt maar 2 pastoren in 11 parochies en enkele pastoraal werkers. En ja, ben we als parochie steeds meer onze, jaren eigenlijk, onze eigen broek op hol, zoals ze net al zegt, maar ja. Gewoon als eigen mensen met vrijwilligers onze eigen parochieleven runnen. Ja. En dat is ook een heel mooi werk. Ik doe dat ook al jaren. En ik heb zo zachtjes aan de leeftijd en denk van ja, moet ik ook een keer stoppen. Maar dat hoef ik ook direct weer aan de kant, maar ik vind het nog geweldig om te doen. Maar dat betekent iemand in de parochie overlijdt. Ja. Ben je dan altijd aan de beurt om snel er naartoe te gaan en dan met de mensen? Nee, die hebt per de avondwaken. Ik krijg wel altijd bericht, want ik ben contactpersoon. Ja. En als er een avondwaken is, dan zoek ik 2 mensen bij de avondwaken die de avondwaken wil doen, dat ik meestal die tourbeurt. Nou ja, en die gaat en die bel ik dan en die gaat er dan naartoe en dan kan ik het loslaten. En als er een uitgeleide is, iemand overleden is, dan wil ik met ons 3. Diegene, het secretariaat, weet of ook iemand die contactpersoon is, door die weet wat, wie er aan de beurt is. En dan kreeg ik een telefoontje van die en die is overleden, van dan en dan is de uitvaart. Ben jij dat doen?
En dat kunt dan doe je dat. En die kunt is er een ander die dat voor je oppakt. Ja. Maar dan hou je dat mensen toe en dan bereid je zo'n afscheidvuur en ja, met mensen samen, met gezin samen. Deze aflevering van Praten met Dellefsen is mede mogelijk gemaakt door Quavita Watervitalisering. Gegarandeerd tevreden klanten, mensen, dieren en planten. Maar goed, dan moet je dus in feite ook een toespraak houden voor de kerk. Ja. Ja, toch een soort pastoor. Zo, je hebt een pastorale rol eigenlijk, Torrie. Ja, je hebt ja, toch wel een... Ja. Ja. En de eerste keer vond je dat lastig? Ja, nou ja, nee, dat denk ik niet, want ik heb al zoveel ervaringen met mensen doen gewoon. Nee, het is soms wel spannend om dat naartoe te gaan, vooral als het heel droevig is, als alle mensen op hebben. Maar met een jonger iemand, dan, ja, dat is nogal niet meer spannend. Maar dan, en dan één keer in het gezin bent en je kunt samen optrekken, dan valt dat weg en dan ben je één van hun en dan... Of proberen één met hun te winnen en ja. Dan doe dat zo mooi mogelijk en zo waardig mogelijk en zo. En wat probeer je dan aan je vuurgord, als vuurganger? Heb je dan een soort leidraad of een doelstelling of hoe bouw je zo'n afscheidsverhaal op? Er zijn altijd lezingen, de Bijbel wat er bij je haalt, je gaat altijd van de Bijbellezingen uit en van het leven van mensen. En dat probeer je te koppelen met elkaar. En dan kun je, ja, ieder mens is, we proberen altijd, we hebben geen vaste, de bidparochies die hebben een vast boekje voor, maar dan bidden we altijd tegen de les. Ieder mens is verschillend en die probeert naar, zoals de mensen leeftijd, zo probeer je een afscheid voor te bereiden. Ja. En zo probeer je dat ook te doen. En het is het laatste wat iemand mee kunt geven. En het moet gewoon goed weer. Mm-hmm. Toch had ik altijd van iets. Het moet gewoon goed veel, een afscheid, ja, dat is zoiets... Ja, zoiets emotioneels, dan ben je gewoon wel een ziel en zaligheid inlengen, dat goed te doen. Ja. Dat doe ik ook. Krijg je dan ook wel eens kritiek? Want ja, je stort dan toch voor een grote groep mensen te spreken, waarbij iedereen een eigen beeld heeft van de overledene. Krijg je wel eens feedback? Jawel, dat ook wel. Ik heb één keer gehad dat, ja, was ook een jonge vrouw. En die had kennis, die had een vriend, maar die mocht niet benieuwd worden en die familie ook niet. Terwijl die familie eigenlijk heel veel voor haar gedaan had. Hm. En daar heb ik achteraf wel kritiek op gehad, maar dat wist ik op dat moment niet. Hm. Als ik dat weten had, dan had ik dat dan dus nooit zo geaccepteerd dat ik in die vorm was, dat afscheid ook moest doen. Ja. Dan had ik dat niet kunnen, dan had ik die familie, als ik weten had dat die familie zoveel voor haar betekend had. Hm. Dan hakt het meer dan op een of andere manier. Ook niet zorgen voor hun, maar wel ja, ja. Recht doet aan het feit van, nou ja, die familie heeft toch wel heel veel voor haar betekend. Hmm. Dus voor het familiegevoel moet hij dan ook recht doen. Ja. Je hebt dan ook een soort van innerlijke grenzen natuurlijk. Ja, dat is zeker. Ja. En ik heb één keer gehad dat we hier in de avond waren, maar zo'n jaren geleden. Toen was pastoor Daggevorderd nog. En, dan wou ik weer die familie wist en ja, nou ja, nou. Ik had niet gemerkt dat er wat scheef zat in die familie. En toen was pastoor Daggevorderd wist en die kwam dan of die belde op van Ricky, denk je er wel aan dat het allemaal niet koek en ei is daar, dat je wel, oh, nou ja, dat schrik je nog wel, dan heb je toch een heel ander beeld van. En dan is het maar goed dat hij die conclusie had en dat hij dat wist. Ja. En dat ons dan van die kennis stelt, dan kun je er ook weer rekening mee houden. Maar als je daar iemand, dat doe je nooit, maar bijvoorbeeld de hemel in prijs, dan zonder mensen de kerk u lopen bij wijze van spreken die daar eigenlijk niks meer van doen hebt. Ja, ik ben al niet verplaatst. Dat lijkt me heel moeilijk. Ja, en dat is met een vergaan in de woord communievering, een lekenviering, zaterdag ook vergaan. Maar dan, je houdt toch altijd wel rekening met het volk bij Vero hebt. Dat zie je ja. Maar die kunnen niet met van hun rekening houden. Nee, maar je bent daar één van hun. Schuren. Ik ben daar één van hun. Dat, ja. Dat, ja, dat is dan... nou, we doen ons best. En, God doet de rest, zeg ik wel eens. Ja. Ja, leuk. Ja, plaats van belang, Leemleveld. Daar ben je ook Joren in bestuur geweest. Ja.
Wat speelde er in die tijd? Wat kun je herinneren in die tijd aan grote ontwikkelingen? Ja, de medisch centrum is in die tijd ontstaan. De Driepuntbrug is ook een project waar we, nou ja, dat is ook er kwam een nieuw woongebied, ja. Nieuwe landen. En we wilden graag een verbinding tussen de kerk zat aan de ene kant en het winkelcentrum aan de andere kant en Nieuwe Landen. Dus hoe kreeg je die verbinding met elkaar? En je hebt altijd te doen met kanalen, grote weg. Dus in dit geval spande het kanaal ook een grote rol. En we hadden laatst een lange jaarvergadering gehad en er werd ook over gediscussieerd zus en zo. En toen kwam Fons Waar, die kwam na afloop van die vergadering bij ons en die had achterop een, ik weet niet meer of ze gaan, dus die was of een boekie. Maar als jullie dat nu zo doet, en die doet het met een, nou ja, met een boog, dan heeft hij die ondersteuning van die bogen en dan heeft hij kun je die bruggen aanleggen en dan moet het dan wel. Nou ja, daar is men over aan denken gehad en zo is dat geschied. Ja. Ja. Gerard Hamsen was ook zo een, die had ook, die zat ook vol ideeën vaak. En ook, maar die roken ze gaan en dan optie ze gaan dus, dat schreef al op met een vergadering of dan. Dan kun je toch ook wel zus of zo, of, ja, dat was altijd Ook verder Nieuwe Landen in ontwikkeling was. We hadden 10 jaar geen woningbouw in Nederland aan de hand. Nou, dat was ook trekken en ja. Hoe kwam dat dat het zo lang ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet meer of dat op de grond vast zat. Of dat, ja, meestal zit dan geld vast. Maar dat de eerste schop in de grond kwam. Ik heb nog wel foto's van dat. Ik denk van, oh ja, dat was gewoon geweldig dat er weer een boot was. Nou ja, nou is er... Dan ben ze volop aan het bouwen en dan mocht ook bouwen naar eigen initiatief, want daar ging ook binnen van heel veel jongeren uit Lebelenveld weggehaald. Ja. Die graag een woning in Lebelenveld wilden hebben, maar er werd niet gebouwd. Dus die trokken allemaal weg. Mijn ouders bouwvakkers, oh, die smeken hardst en mijn bogen onder de jeugd, ja. Om zelf meer te kunnen helpen dat die jeugd bouwen kon. Dat kon niet, dat mocht niet. En toen kwam het Nieuwe Land in de ontwikkeling en toen mocht het wel. En er mocht ook nou ja, naar eigen inzichten bouwen. Was ook de schoolreiscommissie zat er niet meer, wat was dat voor instantie ook, ja. Die zat er niet meer helemaal bovenop, dus er mocht ook variatie en woningen komen, ja, dat was geweldig. Toen kon de schip de grond in de hoge, gewoon de oude kast symbolisch zouden het aangeven van de achterplaatsen belang met de voet op de schip en ja, het begin is er, kan weer. Ja. En nu zitten ze weer, ja, dan zitten we bij seniorenwoningen, het anker, we hebben de brugsteden. Brugsteden en van woon, verpleegzorg. Anker is meer een appartementencomplex waar Rozengade wat zorg verleent. Maar als het helemaal puntje bij paaltje kunt, maar die kunnen niks meer, ja, dan moet ze toch naar Rozengade toe. En als senioren wilt graag naar Lebelenveld, ook van buitenaf, ik ben niet al te lang het ziet ook wel naartoe, denk ik, om naar het dorp te gaan en te verkassen en door een woningje te zoeken. Maar dan bent er, ja, hoe meer naartoe? Want, er bent te weinig seniorenwoningen. En de seniorenwoningen die er waren, werd voor een groot gedeelte omgeslokt door de jeugd, die ook ja, starters en kinderen die alleen woont en die ook graag een woning wilden hebben, dus die, ja, die werd toch weer neergezet. Op zich ook goed, maar ja, dus... Maar is er ruimte, wel moet er meer bouwgrond komen voor seniorenwoningen? Wat is uw idee ook? Nou, er is grond, maar het duurt allemaal zo lang. Want er was eerst ook grond gereserveerd op nieuwe bedrijventerrein, ook voor, of nieuwe op nieuwe landen, voor een woonzorgcomplex. Nou, dat moet nog een beetje aan die boom, maar wat zie je hoor. Nou is er sprake van dat er ook wat appartementen komt. We hebben ons daar ook voor aan de meld. Maar dat is misschien al weer zo'n 2 jaar geleden. Je hoort er niks meer van. Je hoort er niks meer van. Betekent dat de communicatie met de gemeente of met de woningcoöperatie niet in orde is? Weet ik niet. Ik heb er ook geen zicht meer op. Ik moet me meer niet bij met. Oh. En dan is, ik vind, maar zeg, dan moet je toch iets aan doen? Heel, ja, ja, dat is toch een beetje een handelsmerk? Ja, aanpakken. Ja, acte kon bewerkstelligen op een andere manier alsnog. Nou, dat is er nog vanmiddag misschien, maar dan moet ik er nog zeker nog mee te gaan. Dan heb je gewoon dan bij plaats van belang. Ja. Ik denk wel dat het leven wel liever een eigen gemeente zo is. Weet je wat ik een keer zeg, heb, was een rondgang door het dorp ook van, daar ook van meerdere groeperingen. We hadden toen een rondgang gehad door de gemeente. Dan mocht ik ook weer mee toe.
Boop is wel bij de Rova West en meerdere gemeenten. En afgelopen was hier in Limmerveld een bijeenkomst in het cultuurhuis. En toen zei ik tegen de ambten, of de burgemeester en de wethouders en de ambtenaren waren er. Zei, ik kreeg allemaal per persoon, kreeg ieder persoon met, kreeg een bedrag, een aantal inwoners kreeg een bedrag in Limmerveld en Nieuw-Leusden en Ommen, af en Oud-Leusden. Ik zeg, geef ons dat bedrag maar, doe dat maar in de zak en geef ons dat maar, dan zullen we dat zelf wel besteden. Dus je hebt er wel een belachen, maar je hebt er niks meer in de hand. Nee, maar dan denk ik van, het duurt soms zo verschrikkelijk lang. En ja, we waren toen toch mee bezig, ik weet helemaal niet precies meer, maar het duurt ook allemaal zo lang. Dan zeg ik van, oh god, iedere inwoner kreeg een bepaald bedrag te besteden. Geef het ons maar, kom er... Het werd zelfs later nog een keer door de raadsleden in dansen van geef ons maar, ik zeg van geef ons maar, ik zei oh, dat was een idee van die maar die pakken dat op en die zeiden geef ons dat maar. Nou, maar ja. Komt Limmerveld dus ook wel eens in dansen, laat staan Nieuw-Leusden. Ik denk dat de gerichtheid nog meer op Rauwe is dan op dansen zelf. Dat denk ik ook wel. Ik denk dat dat nooit toen... Nieuw-Leusden en Dalfsen even, toen zat ik ook nog in plaatsenbelang en toen, oh ja, ook met CDA. Toen zei ik ook tegen die gaan eens een keer op een middag naar Nieuw-Leusden. Ik wil Nieuw-Leusden dat leren kennen. En toen ook door een middag rondereen van, nou ja, de ene weet heb van, en dat weet ik nog niet allemaal, maar goed, ik weet van, moet een beetje, ja. Ja, maar deze verleden valt toch ver weg. Dit is ver weg, He? Ja. Gevoelsmatig. En gevoelsmatig is dat zo, ja. En dit is met dansen denk ik ook wel. Ik denk niet dat heel veel mensen in Limmerveld de dansen, dat weet ik nog wel. Nee, ik lees dan met in de krant dat dan is er van u Limmerveld kritiek op de discussie rechter Zedijk. Je kunt door die vlot gaan nog, hè? Ja, ook ja, langs dansen. Is... en de busverbinding is niet oké. Nee, die is ook echt niet oké. Maar dan vraag ik me af, is er wel behoefte, überhaupt? Is een brede behoefte. De ontsluitingsweg van Limmerveld via Dalfsen naar Zwolle, dat was heel van de dag. Ja. Dat is niet om in Dalfsen te komen, maar langs Dalfsen. Langs Dalfsen, dus de rechterse diep, waar de heel intens gebruikt waren door Limmervelders. Ja. En met name door dat weg op Heino waar 60 kilometer is. Dat is ook een handicap, dat is ook een last. Vandoor werd die weg, van uw leven, de achterhand ook. Ja, die werd wel heel intensief gebruikt. Waarvan wie toen in het plaats van belang zaten ook al zeggen van waarom pulpen jullie er geen bomenrij langs? Dan kun je die ene bomenrij, dan werd die bomen al eens een keer volgroeid en dan kun je de bomenrij weghalen, dan valt het niet meer op. Dat is nooit wat ben je dan. Dat is al jaren geleden. Nou, dat is wel meer dan, hè? Ik weet niet alle wijze in pak, maar er is het weer. Maar ja, er is niet. Het belangrijk meer verschil ook wel eens, hè? Ja, natuurlijk. Ja, dat is logisch. Zeg, je bent ook in het CDA actief geweest, in bestuurderszin. En bij de Rabobank heb je al de activiteiten gedaan. Komt het allemaal via? Je laat een gezicht ergens zien en vervolgens word je weer gevraagd? Of, ja, denk het wel. Of solliciteer je op? Nee. Nee, dat is via, denk ik. Dat is... Moet je ook heel veel tijd aan besteed hebben is aan het festiviteitencomité, hè? Ja. Vertel er eens over. Festiviteiten, ja, daar ben ik verre verhouding toe. Limmerveld 135 jaar bestond. En toen was er een historische, allegorische optocht. 124 jaar, wanneer was dat? 124 jaar. Wanneer was dat? Het is nu 161 jaar bestond. Oh, dat mag ik rekenen. Dan ben je... 36 jaar terug. 36 jaar terug, ja. Maar toen was het ook nog het idee van, toen was Limmerveld 1 in de optocht... activiteiten, iedereen dit met iedereen was. En het was zo'n hecht gebeuren, het was zo prachtig. Nou, toen zei ik ook die mannen zaten er toen ook al in, die kan de hele benieuwing van de boosie, dat we nog wat blijvends van kreeg. Toen zeg je ja, wagenbeeld, maar dan mogen iets anders doen wat een ander heeft en iets wat ook trekt. Dus die zegt van die licht geworden is ieder jaar een Jector en Dalia Corso en die verbouwt door Dalia's, alweer op die toer ging. Dan gaan we echt iets unieks in de omgeving en dan gaan we op die toer en dan proberen we door vorm en eer te geven. Je bent op een oorlog, met de auto staat met een 4 of 5
Ik ben er lichter geworden van, we moesten al veel laten liggen. En oh ja, we waren dan wel heel enthousiast. Dan heb ze contacten leggen in Lichtenvoorde, op voor de dahlia stekken, want die werd ieder jaar poort ook rond Koninginnedag. Dag. Dus daar moest je ook wat mee, mooi wat dan, als dahlia's allemaal kopen, maar het is wel te duur, dus dan moet je ook weer zelfwerkzaamheid voor doen, om goedkoop aan die dahlia's te komen. Ja. En nou ja, dan ben ik contacten leggen in het westen van het land, ook voor de dahlia's. En, zodoende, ik woon in Lebelenveld, start met een dahlia corso. Ja, en die ging je zelf verbouwen? En die ging zelf dahlia's. In de eigen buurt. We hebben hier rondom ook wel dahlia's gehad. De meeste buurten hadden zelf dahlia's, ja, dat was goedkoper. En dan gebruikte je eerst voor één corso en dan moest je aankopen van andere corso's. Want die hadden zelf niet genoeg, dan werden er niet genoeg verbouwd. Ja. Maar door onze eigen corso kon je ze ook weer verkopen naar andere corso plaats. Ja, een soort rondgang langs de verschillende corso-plaatsen. Ja, ja, er was één joh. Industrie op Schiphol. Ja, er werd nog wel aan verdiend. Ja. Want er zat een bloemengroep zat erin binnen de festiviteiten. En die, nou ja, die zorgde voor de aan- en afvoer van bloemen en de verkoop van bloemen. En dan was er, ja. Jan Waagman zei vet joh aan de dag en Jan Koogman zei vet joh aan de dag. En dat waren de trekkers van dat het wat dat betreft heel goed ging. Het was één jaar dat er heel weinig dahlia's waren in Nederland, maar het was geen dahlia jaar. En misschien ben ze met mijn vriend aan het begin van het jaar. Toen ook dahlia's uit België haalt. Ja, dat was ook, ik weet nog wel dat die kreeg het landelijk nieuws kreeg over ons. En Henk Westbroek uit van omroep zat hij uit Utrecht, die belde een keer op van smuts van hebben jullie dahlia's? Ik heb dahlia's. Nou ja, er was geen heel gesprek over dahlia's, maar wie waren landelijk nieuws? Want Lebelenveld had dahlia's en er waren geen dahlia's. Toen houdt het ook opgelost met bijmateriaal. Normaal gesproken was alleen dahlia's de opgave. Ja. En toen dat je ook nog bijmateriaal werd gebruikt. Oké, okay. En wat voor bijmateriaal waren er? Ja, dan werd er doek gebruikt en geverfde panelen of stro of ja, wat. Mos of ja, dat mocht toen. Ja. Nou, ik herinner me wel dat die hoogtijd aan kwam de 50.000 man af. Zijn ze, ja. Nou ja, dat was meer in de krant. Ja, zo stond het in de krant, ja. Op een gegeven moment is dat eenmaal een soort van afgezakt. Ja. Hoe is dat gekomen? Je hebt geprobeerd aan alle kanten de jeugd gemotiveerd te krijgen om aan dat corso mee te doen. Maar die vindt dat saai. Hierachter zit nou ook nog de paria's, de jongens die doen met carnaval mee, die bouwt hier achterin op de Deelenmarkt. Ik ben toch actief mee en heel druk mee, de hele jongens en wat. Maar die heb één of twee keer met corso mee gedaan, dat ze ook achter thuis hebben zitten plakken. Maar dat is niet leuk, dat vindt ze te saai. Die pakt het niet op. Nee. Dus vandoor is dat, ja, het is eerst filteren de straat, toen weer een straat, toen weer een straat. En toen bleef er te weinig over en dat is het, ja. Jammer, heel jammer. Maar al met al ook weer een mooie tijd is. Prachtig. In de drukke tijd. In de drukke tijd ook, maar ook onderling als groep waar je ook mee bezig bent, waar je, ja, geweldig, mooi, schitterend. En die contacten die bitten nog, dan is nog, uit elkaar tien komt, dan is nog, hou je een, ja, daar een truitje in. Maar ja, dat is ook dorps, dat duurt er ook gewoon niet. Hoe vaak gooi je het dorp in, op de wegen? Nou, nog wel eens. Ik heb mijn vaste activiteiten in de kerk, dat is meestal op morgenavond, ook bij elkaar geen voorbereid. Maandagmiddag is die middag in de Brugsteden. Wat doe je dan? Koffie, thee schenken, praat maken met mensen. Oké. Okay. De Brugsteden door net alleen benoemd, dat zit zorghoevende ouderen. Ja. Mag ik dat zo zeggen? Ja. Ja. En dat bent ook, ja, bent ook oudere mensen van Lebelenveld en dan komt het verhaal nog vroeger ook dus, hè. En dat vind ik ook prachtig om dat te horen. Eerder was, ze leefde niet meer, Rien Lindewaal, Jan Hennink, Gerard Jansen en zo waren er nog aan wat. En dan zitten ze met elkaar koffie te drinken. Gerard Jansen woonde op Anker, maar die kwam dan wel eens naar de Brugsteen. En dan zei ik wel eens van, kom bij een kop koffie drinken, dan kun je straks wel naar, dan ging ze naar de boom naar iemand anders. Ik was straks aan de boven gehouden en daar kwam Jan Hennink te bieden en Rien Lindewaal. Nou, die komt toch verhalen op wel. Vroeger wat ze beleefd hadden, wat ze doden, wat ze meemaakt hadden.
ook zakelijk, maar ook in de jonge jongen, in de oorlogsjongen. Wat hadden ze maar te vertellen aan elkaar? Geweldig. Ja, oh, wat ze meemaakt als jonge jongens. Maar je zijn er beter lusten met plezier? Ja, anderen ook. Andere mensen ook. Die vinden dat prachtig, die andere verhalen. Mm-hmm. Zo groeit het allemaal. Ja. Nou, en dan heb je natuurlijk de Katholieke Bond van Ouderen, daar ben je ook nog voorzitter van. Oh ja, daar ben ik ook voorzitter van. Ja. Ja, hij toch bezig bent. Ja, dat is andere lui weer wat leuk. En dan komen ze vier of vijf keer en dan de zesde keer zeg je dat toch wel, ja. Ach ja, nou, dit is ook niet zo heel veel werk. Je hebt een heel actief welzijn ouderen gebeuren. Ja. En door met alle activiteiten onderbracht die je maar bedenken kunt. Zwol, hè? Zwol. En de Katholieke Bond en de PCOB, die hangt er wel aan. Dat is eigenlijk wel gelijkwaardig, maar de activiteiten met allemaal de welzijn ouderen nodig. Dus wie hoeft dat allemaal niet te organiseren? En wie hebt zometeen een openingsbijeenkomst en een nieuwjaarsbijeenkomst. En een jaarvergadering in april. Hm. Nou ja, en dan een belangenbehartiging en bezoekwerk zo af en toe. En dat is. Ja, belangenbehartiging, dat is de. Via de. De gedetailleerde provincie. Ja, en de mensen ook. Een ledenwerfactie was en die heeft geresulteerd in meer dan 150 leden. Die heeft er ook op het moment 220, dacht ik. Ja. Net 20. Maar die mensen kunnen ook de voordeel, die zien ze er ook van met de rijbewijs. En de keuring. Wat ben je de voordeel? Keuring van de rijbewijs, kunt ze boeken op het kring en de belasting invullers met ervan. En de mensen die rondgaan voor veilige woorden en ja, nog zo. De nestdorp is het ledenplaats via een landelijke draag je ook dingen aan die. Desse die het landelijk meeneemt als ze maar een belangrijke behartiging doen bij de overheid of je ondersteunt het of ja. Het is nog niet zo ver dat de KBO lokaal gaat fuseren met de PCOB. Nou, dat zit er wel een keer aan te komen, denk ik. Maar wie hebt toen al wel overlegd, die gaat 4 november gaan samen bolen in Heidelberg. Dat is onze eerste gezamenlijke bijeenkomst van PCOB en KBO. Die zijn dan ook bij zo'n begin een activiteit waar iedereen er actief moet zijn. Met lekker door elkaar, je kunt elkaar ontmoeten. Ik denk dat de leden het allemaal prima vinden. Ik vind het allemaal prima. Ben je als bestuur ook wel. Het Lindenveld is bij gewend om de protestanten, de katholieken en de kerk, onkerkelijken bij elkaar te betrekken. Ja. Dat is het voordeel van zo'n dorp met zo'n omvang. Ja, en dat leer je ook, ook als binnen de Raad van Kerk. Er zijn ook heel veel mensen binnen, actief binnen de Raad van Kerk, heb ik ook geweest. En dat vind ik ook hartstikke belangrijk. Dat je ook net die scheidsmuren er wegvalt en dat je gezamenlijk optrekt waar dat kan. En mogen ze alleen bevelen de katholieke kerk sluiten, want er werd heel veel kerk gesloten bij ons in het bisdom. Dan is de Brugkerk, of de Lichtbron, met Kotterby. Kotterby als onder de Edafs, de hele herhaald als onder. Ja, dat is de protestantse kerk. Dat is de protestantse kerk, ja. En die bent, daar voelen we ons ook welkom, en daar ben je welkom, en dat voelt ook goed. Dus dat is, we hebben gezamenlijk, doen we ook. De brugsteden, daar hou ik een weeksluiting in de 14 dagen, dat wisselen we af, of qua kerk. Dan andere dingen doen. Dat is ook hartstikke goed. Dat zit wel goed met de samenhang. Ja, dat zit heel tenminste goed. Binnen de kerk dan, hè? Ja. Goed, nog wel, maar de zeg maar, een stukje leeglopen in de kerk, dat zal in Lindenveld niet anders wezen dan nee, elders. Nee, ja, dat is gewoon zo. Dus even een zeker. Wie jullie denk ik ook wel, dat is ook, misschien nog iets minder, maar. De katholieken zijn heel streng, ja. Ja. Maar de katholieken hebben ook die hebben de naam van een vrij geloof te wezen. Vrij en vrolijk. Ja, en vrolijk en blij geloof. En zo moet het ook wel weer, maar niet iedereen ervaart dat meer als dat ze het op beeld hebben. Maar het werd gewoon een zo. Heel makkelijk. Ik zeg wel eens, alles wat ze wil, kunt ze komen. En wat ze niet hoeft te komen, dat is zomaar bereikbaar. Maar dat ze ook heel gewoon van, dat hoeft dan niet. Ja, jammer. Vertel eens wat over het ontwikkelingswerk. Want daar ben je ook bij betrokken geweest. Ja, dat is ook dat, vanuit de organisaties kreeg dat ook. Organisaties? KPO en LTO. Dan de boerenorganisatie LTO. Ja. Dan houden we gezamenlijk door een commissie ontwikkelingssamenwerking.
En toen was er een ontwikkelingswerker, dan kreeg ik contact mee, een Nederlander, Kees de Boer. Die was in Zimbabwe bezig met mensen te ontwikkelen, ook in de vorm van landbouwproducten. Ja. En die zegt, die houdt toen een bel en die zegt van dan en dan kom ik naar Nederland en dan kom ik wel bij jullie. Dat was in Boekentel in Deventer. Was ze smiddags bij ons en die zegt van, die vertelde over zijn werk. Van, als jullie elkaar hebben leren kennen, dan moet je dat niet doen schriftelijk, maar dan moet je ook echt elkaar leren kennen. Dan moet je elkaar aankijken. Nou, dat is, iedereen ging dus smiddags van, kijken van wie de mogelijkheid had om mee te gaan. Nou, en dan daar wouden we door. Je hebt al bezoek gebracht en je bent al 10 dagen, 17 dagen door de West. 10 dagen wonen met die mensen. Van project naar project gewoon. Het was aardappels en maïs en de Kees de Boer die zei ja, we gaan van. Maar iedereen wil het graag laten zien, maar je ziet, je begint de ene dag met maïs en die begint de volgende dag met maïs. En dat was bonen en soja en nou ja, het product was ze doorverbouwen. En Ilien ook, dat het was toch dreugen, zijn best hadden ze niet, ze hadden geen geld, het ging allemaal zo moeizaam, zo moeizaam. Tabak, daar kon ze het beste verbouwen met het wenders ook van het verbouwen, met aan de achtere kant de gedachte van de eerste bak en massaal en dan later ieder voor zich maar proberen kleedschalen verder te gaan. Ja. Maar of dit allemaal lukt is, ik zit er ook niet meer bij, het heeft heel lang moeten gaan. Maar op een gegeven moment was Zimbabwe, met Mugabe is door de dictator en die palmde de bedrijven van de blanke boer neer. En Kees de Boer die moest op een gegeven moment kwam er een vrachtwagen en instappen bij wegwezen hier. Dus dat is ook allemaal toen door Jorn is dat, ja, ik denk allemaal verleurende gewoon is. En Mugabe is weer baas. Ik wil nog even met mouw twee personen die je ook later ontmoet hebt nog. De ene is Beatrix van Nassau. Ja. Dat weet ik, want je hebt er een boekje in. Dat heb ik alleen maar gekregen. Je hebt met Beatrix lekker gegeten. Ja. Ja, heel uitzonderlijk. Hoe kwam dat zo? Nou, Beatrix is zonder vechthalve, die zal nog Salland bezoeken, we praten, vechthalve, Omer Dalsen. En toen belde Leo Elvis, die belde een keer op van, Rikkie, ik heb nog een leuk uitje voor jou eens geschiet. Oh, nou, wat mag dat weer eens? Nou, de koningin komt naar Salland, wil jij daar bij zijn? Ik mag enkele mensen uitnodigen om daar aan deel te nemen, om daarbij te zijn. Oh, dan weten we anderen die dat liever wilt en die dat meer verdient dan ik. Nou, ik vraag het jou en jij vindt dat vast ook wel leuk. Ik zeg, nou, ik vind het wel leuk. Nou, dan moet je dat doen. Ja. Nou, zo is het geschied. Ja. Eerst moesten die al kijken hoe tafelschikking was. Dan was dat weer naar de koningin kwam. Ja. En naar die zaal, naar de eetzaal, naar wie dan met de koningin aan tafel mochten. Ja. Wat de tafelschikking was, dan hoef je niet te zoeken, dan kon je er zo naartoe lopen. Ja. Nou, ik zag mijn dame op een gegeven moment staan en ik keek zo rond en aan de overkant zat de koningin Beatrix. Beatrix van Nassau was dat hoor. Ja, ja, ja. En hier stond de Ricky Haring. Ja, ja, dat was in Maan. Ik denk, oeh. Ja, hoe bewust een beetje dicht bij je. Dat denk ik niet. Ik denk dat het toevallig zo was. De beste met nee, ik denk dat het toevallig zo was. Maar het was wel een eer, het was wel heel uniek. Nou ja, toen ging we aan tafel en werd ook nou ja, van alles lekkers opgediend. En toen ging zij met iedereen aan tafel, ging ze kort in gesprek. Naast haar zat de dame van de rechter, van de kasteelrechter, ook met de landgoed. Want ik kon heel goed merken dat zij ook een landgoed had, want dat ging heel gemakkelijk in de... De preut wat makkelijk. De preut heel makkelijk. Ja. Nou ja, er zat een andere aan tafel. Op een gegeven moment werd ik gevraagd van, mevrouw, wat doet u? Waarom zit u hier? Ja, wat doet u hier? Wat doet u hier? Ja, ik doe vrijwilligerswerk. En wat ze wel. Oh ja, dat ga ik aan het vertellen. Ja. Ja, dat was heel bijzonder. Eet dat een beetje lekker? Jawel. Niet het idee dat het heel spannend is, dat je van niks meer van doet. Morsen komt ook zo aan het smeren. Nee. Dus dat vind je wel goed om te doen. Nee, dat was niet... Je bent niet zo gauw van slag, ik ben niet zo heel gauw van slag, nee. Dat leer je ook hè, door allerlei, soms moet je heel erg leren de emoties ook te beheersen, maar je kunt ook, je leert ook wel, denk ik, door doen. Met veel overzicht. Ja, tuurlijk. Ja, leuk. Nou, de tweede persoon die ook belangrijk voor u is en die laatst ontmoeten, is Gerard. Ja, zeker. Gerard Haring, een huidige man. Ja. Dat kwam best zo.
We kennen elkaar ook, dat zat ook heel veel in het organisatiewerk, ook in de provincie, maar ook wel heel landelijk. En ik zat in het provinciaal bestuur van de KNPO en zodoende hadden we elkaar ook al wel eens ontmoet. En dan zie ik elkaar een keer en ik zal hem bij overvallen mee, denk ik. En toen ben ik een keer, toen was ik jarig. Goh, ik weet nog dat ik stond er verder op de been van hoe dat half kwam en hoe dat gebeurt. En, ja, wat gebeurt, bedoel je? Dat iemand belt die belangstelling verwerf. Oh, verschrikkelijk. Ja, echt. Dat heb ik afgewezen. Eerst was er niet aan toe. Half jaar. Meer contact, meer dan half jaar, denk ik. Kom dan maar een keer koffie drinken. Ja, en dan. En die weg al. Nee, die weg al. Toen is ze meteen. Ja, dat voelt goed. Ik heb Gerard ook. Mijn moeder zei toen eens een keer toen ik met Gerard thuis kwam om verder te staan en kennis te maken. Voel je wat is Gerard anders dan anderen? Ik zei ja, bedoel maar. Ik heb niet vergelijking, ik mag ook niet vergelijken. Ieder mens is anders. En Anton was Anton en Gerard is Gerard. En als ik denk met hem dit leven te kunnen, dan. Want hoe lang ben jullie al samen? Wie bent 7 augustus, 12,5 jaar trouwens. Kijk. En dan ook feestje van de 4e in september, omdat toen vakantietijd was. Ja. Maar wie woont al, ook eigenlijk sinds 1999, 2000 wonen we samen, omdat Gerard de boerderij van die Bodenbroek is verplaatst naar Zuidersloot. En toen is het zoon in meegehouden en toen is Gerard eigenlijk bij mij gekomen. En toen zijn de kleinkinderen die het wel van toen we samen woonden van opa en oma gaan hokken. Ja. Ja, dat was toen in die tijd nog. Maar goed. Maar vond het niet zo erg als nee. Over de oom. Nee, dat was. Nee, dat deden ze met een lachend gezicht. Kleinkinderen vonden het goed. Die vond het wel goed, dat deden ze met een lachend gezicht. Ja. Ja. Nee, we hebben samen hartstikke goed weer. En je kunt samen hopen wie ultimen. Je doet leuke dingen, je geniet van het leven. Ik ben ook wel druk met allerlei dingen nog, soms vanmiddag in de bierhand om een ding weer te kunnen afspreken. Maar dat geef ik niet, dat ben ook kaartmiddag, dat ben verjaardag, dat ben ook van alles en nog wat. Ook wel een ding in het dorp nog. Dus wij hopen dat nog heel lang te kunnen doen. Ja. Ja. Als ik naar de toekomst kijk, dan doe je wel een beetje van wat enig wens. Wat is uw grootste wens? Nou, daar we samen ook maar van. Daar van de kleinkinderen en de kinderen nog lang maar genieten. En dan toch na verloop van de jaren een keer naar het dorp kunnen, naar leuk huisje. Want dat is, het is hier vrij groot, royaal. Het is nog heel mooi om te doen en om te wonen, maar dat houd ik erop. En dat ben je ook, dat ben je ook genoeg om in te hebben, dat is toch goed. Ja. Als laatste vraag ik al dit van. Als er nou een organisatie is of een mens, we alle gewoon eigen, die recht ernaast en die een pluim verdient. Ik heb nog een paar pluimen over. Wat is dat eerste? Want er werd er altijd een heleboel. Maar wat is het eerste wat bij uw boom komt? Nou, het eerste die boom komt is brugsteden. De draag is steentje aan bie. Andere draagt ook steentje aan bie. Er is een sfeer. Nou, die is zo goed. En zo warm, en zo vriendschappelijk, en zo. De leefbaarheid is daar zo. Ja, je voelt daar zo goed. Wie maakt dat dan, die leefbaarheid? Ja, met elkaar doe je dat. Met elkaar. Dat is gewoon zo dat mee. Wie krijgt dan de pluim? De bewoners of de medewerkers? De medewerkers ook wel, maar de vrijwilligers ook wel. Ja. En ook de gesprekken die je dan hebt, dat is ook. Dat is altijd goed, voelt altijd goed. Mensen vinden fijn dat je bent, maar ik vind ook fijn dat je erin al. Ik zorg bijna die maandagmiddag over, want dat is mijn middag. Nou, en ik zit ook wel eigenlijk, brugsteden dan wel, maar ook sportgebeuren vind ik ook super. Dus ik ben ook gigantisch van de vrijwilligers met handballen, met voetballen, met volleyballen, met scouting, alles wat er in die hoek zit. Dat is met tennis, dat ging ook allemaal heel goed samen met het. Ik hoop dat die ook, die zit wel eens een vrijwilligers te roepen, dat die ook genoeg vrijwilligers mag halen. Dat hij ook voldoende voor iedereen kunnen betekenen. Dat hij ook deur mag gewoon. Ja. Ja.
Mooi. Ik ben voor afronden, Rikkie. Is goed. Heb een heleboel van u gehoord over hoe het leven vanaf 1940 in Lierotus tot 2015 in Lebelveld. Ja. En we hebben zelfs al een blik op de toekomst. Lebelveld en natuurlijk ook mijn gezin heb denk ik heel veel aan u bedankt. Ik ben een bescheiden vrouw. Dus ik zal er niet te lang op teruggaan, want dan voel je ongemakkelijk. Dat doe je. Maar het is wel zo. En ik ben ook niet de enige, er zijn veel meer voortrekkers. Maar elke gemeenschap heeft ook voortrekkers. En ook werkers en achtertrekkers nodig, zeg maar. Dus in die zin is iedereen erg belangrijk. Hartelijk bedankt voor dit mooie gesprek. En ik wens u en Gerard en de kinderen nog een hele mooie tijd. In en om Lebelveld. Dankjewel.